toen ik dit boek las, en dan hebben we het over een kleine geschiedenis van bijna alles, van Bill Bryson, een Engelse schrijver, was ik helemaal verrukt. Het is geen roman, het is eigenlijk een semi-wetenschappelijk boek, maar wel heel erg vlot geschreven. En het gaat over alles wat we kunnen bedenken. Waarom zijn de wolken? Wat is de bliksem? Maar ook wat heeft Einstein eigenlijk bedacht? En waar komen de mensen vandaan? En waarom is de dappere dodo uitgestorven? En het legt alles uit over de hele gekke wereld van academici en over Nobelprijswinnaars en wat voor markante figuren dat zijn. En het is voor iemand die een boekje leest waarin die, die houdt van feitjes en gekke dingetjes, is dat echt een ontzettende aanrader. Het is een dikke pil, maar je leest het ademloos uit.